Hallo kijkers van Drabbersje 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Saints Row 2. Vandaag gaan we allereerst wat winkeltjes kopen die we de vorige keer niet konden betalen. Maar zoals jullie zien heb ik echt tussen de opnames in, of offscreen noem je dat ook wel, echt heel wat geld verzameld. Dus ja, we gaan een beetje die dingen kopen, de winkeltjes die nieuw zijn in ons gebied, zodat we nog meer geld krijgen per game dag. En hoe meer geld we krijgen, hoe meer andere winkeltjes we kunnen kopen. En hoe meer rijk we worden. Want echt, er zijn genoeg winkeltjes denk ik nog om te kopen. Hey jongens, sorry als ik vandaag een beetje minder enthousiast praat ofzo. Maar dit is de tweede aflevering na 5 weken van Saints Row die ik opneem. En ik ben er nog niet helemaal... Ik ben nog niet helemaal gewend aan het opnemen... Na 5 weken niet hebben opgenomen. Dus ja. In ieder geval. Wat ik wel mooi kan vertellen. Is dat we vandaag weer een mooie stronghold gaan doen. Want er zijn er nog 3. Dus een stronghold die gaan we sowieso doen. En ik rijd er tegenaan. Oké, in ieder geval. Gaan we dus allemaal wat winkeltjes kopen nu. Dat sowieso. En. Oh ja, ik moet ook nog wat vertellen over het geld verdienen. Offscreen. Echt, het is simpeler dan ik dacht. Ik heb gewoon een beetje rondgereden. Een beetje hossetjes opgehaald. En er werd nog 1 keer dit gebied werd aangevallen. En ik kreeg ook $1000 van. Dus ja. Offscreen, ja. Nou ja, ik hoef zo'n gang attack niet te laten zien. Want ik heb het jullie al een keer laten zien. Dus jullie hoeven het op zich niet. Ja, herhaalgeval. Ik weet niet precies wat ik wou zeggen. Jullie hoeven niet een paar keer te... Dat mag best een keer offscreen. In ieder geval, we hebben nu alles gekocht. Volgens mij. Owned. Die kunnen we niet kopen. Owned. Die kunnen we ook niet kopen. Owned. Mooi. Dat betekent dat we nu verder gaan op de strongholds. En waar is die stronghold? Die is daar. Die is lekker dichtbij. Dus, hoppakee. Dan gaan we even een stronghold doen. Dat betekent dat we nog meer gebied krijgen. Tenminste, dat kregen we ook bij de vorige stronghold. Dus het verbaast me niks dat we nog meer gebied krijgen. En nog meer gebied is nog beter voor de Saints. Want dat betekent dat we nog sterker worden. En daarom wil ik ook de strongholds gaan doen. In het begin, 5 weken geleden, wou ik het niet zo graag strongholds doen. Maar nu op zich, ja, ik vind het leuk. Want daar rij ik een van mijn Saints aan. Oké, nou, hier is het. Let's do this. Let's start this stronghold. The Brotherhood ain't exactly tacticians, but they got at least one thing right. Getting paid to do nothing is love. If we want to be major players, we got to get some protection rackets going. And we might as well start with the neighborhood that loves to pay out. Chinatown. Oké, destroy the items in front of the stores. To get the shop owners... In de laatste stuk kon ik niet lezen. Away waarschijnlijk. Oké, dan gaan we dat even doen. Shop owners left. Nou, dat kan ik niet met mijn wagen doen. Cause may I'm within the store radius. Zo. Oké. Cause may I'm. Oké. Shake down the shopkeeper. Goed zo. Oh, failed? You kill... Oh. We mogen ze niet doden. Oké. Oké, nou, dan gaan we dit even opnieuw doen. Nou, geef maar. Oké. Even een andere radiozender. Want ik zet hem altijd op de mix. Daar komt altijd mooie jaren 80 muziek en dat vind ik nog wel leuk. Oké. En er vliegt een hele irritante vliegje voor mijn scherm. Oké, Cas Mayhem. Oké, nou, zo moeilijk is het niet, Mayhem. Kauzen. Shake down, but don't kill them. Oh, en dat zeggen ze altijd te laat. Oké, shake down. Oké, nou. Doei, gozers. Shake down, dat is toch... Schud hem af.
Of moet ik hem aanvallen? Ik weet het niet eens. Zal ik hem eens een keer aanvallen? Met mijn stun gun. Oké. Oh, dat vuurwerk vind ik ook heel mooi. Nou, ik ga dit gewoon met de vuisten doen. You scared the ship over. Move on to the next door. Oké. Dus ik moet ze gewoon slaan. Oh, dat is geen enkel probleem. Een beetje schieten eerst en daarna slaan. Dat is geen enkel probleem. Kas, Mayhem. Zo. Oh, nog meer. Oké, waar ben je? Waar ben je? Oh, daar. Ah, dat is gemeen. Hoppakee. Hoppakee. She's scared, dus wij kunnen weer verder. Dan word ik toch aangereden ook. Kom op, regen. Heal regen. Oké. Nou, dan gaan we weer Mayhem kousen. Oké. Oké, kom op. En wat kan ik nog meer gaan vernietigen dan? Oké, shake down the shopkeeper. Of the shop owner. Oké. Oké, ga maar. Oké, mooi. Volgende. Waar is de volgende? Oh, daar. Oké. Nou, dan gaan we dit ook even doen. En dan waarschijnlijk zit het er weer op. Oké. Nou, destroy everything. Oh, die banken, die zijn wel heel veel waard. Oké. Oké. Sla neer. Hoppakee. Done. The guy running the Brotherhood Protection Rackets owns the Pagoda Hotel. Shake him down and everyone else will fold. Ik dacht dat we klaar waren. Oké, go to get to the Pagoda Hotel. En waar is dat hotel? Ja, we hebben unlimited sprint, dus ik vind het niet erg om een beetje te sprinten. Oh, daar is het. Oké. Okay. Echt, unlimited sprint is echt heel handig. Ja, gaan jullie maar lekker springen, jongens. Ik moet naar dat Pagoda Hotel toe. Zonder aangereden te worden, liefste. Maar anders, ik schiet jullie net zo goed dood, hoor. Oké. Okay. Nou, ik ben in het hotel. Hoppakee. Oké. Okay. Deze afschieten. Hoppakee. Hoppakee. Die vart. Efferon Jacket. Oké, hier naar binnen. Open de deur. Beat up the hotel owner. Oké. Beat up. En zijn we nou doen? Yup, we are done. Ship owner scout in Crossfire. $2000. En Imperial Square ontvangen. Nou, waarschijnlijk hebben we niet genoeg geld dan om de winkeltjes te gaan betalen. Oh, en alles is weer helemaal normaal. Oké, dan gaan we naar buiten. Oké, en dan gaan we even kijken. Wat is ons gebied nou? Oh, dat valt op zich ook nog wel mee. Ik dacht, we krijgen dit hele gebied. Nee, we krijgen dit hele gebied. Oké. Ja, dit ligt vervelend. Oh, dit is owned. Dit is ook owned. Misschien dat we dan toch genoeg geld hebben. Allereerst begin ik met die. Of nee, met die. Daar kom ik toch langs. Oké, nou, geef me even een auto. Oh, thanks. The Brotherhood helpt me een keertje. En als we het allemaal kunnen kopen, vind ik het heel goed. En anders zorg ik voor de volgende keer wel 5000 meer. Want meestal kost zoiets 5000. Oké, hier even doorheen. Hoppakee. Ja, de kaart zag ik hier doorheen moet, jongens. Dus ik krijg hier rustig doorheen.
Oké, in ieder geval gaan we dus even naar die juwelier. En ik heb zo'n idee. Ja, deze kunnen we kopen. Dat moet gewoon. Deze moeten we kunnen. Ja. 10.000. Holy damn. Misschien dat ik toch voor de volgende keer 10.000 moet gaan regelen. Tenminste, als we deze ook kunnen kopen. Kunnen we deze kopen? Nee. We kunnen deze niet kopen. Dat betekent dus dat hij heel strikt staat. Want kijk, dit ligt eruit. Dit ligt daar buiten. Oké. Nou, hopelijk de tattoo parlor ook. Kunnen we ook niet kopen. En anders moet ik de volgende keer even deze kopen. Maar met een beetje geluk. Ja, we hoeven deze ook nog niet te kopen. En jongens, ik zeg gewoon een beetje geluk omdat ik anders weer geld moet gaan verzamelen. En het is niet het leukste dingetje om te doen. Geld verzamelen. En hier binnen? Nee, het is meestal buiten. Oké, nou. Kijk eens, dan krijgen we vandaag een iets kortere aflevering. Maar kijk eens dat maar ook wel een keertje. In ieder geval, kijk eens, wil je een duimpje omhoog? Help je mij mee? Help het kanaal mee? De volgende keer gaan we weer een mooie Stronghold doen. Maar dat zien jullie de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen, kijk eens, wil je een duimpje omhoog? Help je mij mee? Help het kanaal mee? Abonneer als jullie nog niet zeggen. Maar net, dan valt er voor mij nog maar één ding te zeggen. En dat is, doei!